Hey, Bart Valkenier hier. Welkom bij mijn mega Blender Training serie Video nummer 8. Nou video Speed Video nummer 8 over licht. Haha, licht in Blender. Hoe hoe jee. Welke dingen geven er eigenlijk licht? En hoe kun jij licht gebruiken om jouw vette scène nog veel vetter te maken? In deze video laat ik het je zien. Breng je tekening tot leven in Blender. Echt super tof dat jij vette dingen wil maken in 3D. Ga ervoor. Maar, hier een waarschuwing: blenden leer je niet zomaar even met het kijken van een videootje. Natuurlijk kan je een of andere tutorial precies nadoen, maar aan het eind ben jij dan degene die iets heeft gemaakt? En kan je blenden dan beter? Ik bedoel, gaat er iets anders dan in het tutorial? Kan je het dan ook zelf fixen of er iets, er iets anders van maken of zo? Nou, deze speed video is een soort samenvatting van mijn hele Blender training. Maar ook heb je al ervaring in andere 3D tools en je wilt gewoon even snel weten hoe blender in elkaar steekt. Deze video is voor jou. Of als je ondanks deze waarschuwing denkt, oh, ik heb geen zin in, al die video's kijken en de echtheid in steken. Pff. Nou, ook prima. Succes met deze speed video. Ik zie je wel terug op mijn site slash blender. Daar staan alle video's, de blender, doelopdrachten en het blenderboek met van elke video een samenvatting op papier. Maar goed, nu die Turbo Boekstuk aan en gaan. En zijn we zijn weer in Blender en deze man is super bang voor deze vreselijk schattige vissen. Ik weet het ook niet. Vissen die er de lucht heen zweven. Ik, ik moest dat verzinnen. Anyways, moet je kijken hoe ver het eruit ziet. Best wel een goed plaatje toch? Ja, je kan goed de 3D vorm zien. Je aandacht wordt naar deze vis getrokken omdat die het licht is. Nou, in deze video dus over licht in Blender. Welke dingen zenden eigenlijk licht uit? En hoe kun jij je scène een beetje mooi uh, verlichten? Alright, here we go. Oké, okay, nou ik heb even alle lampen even weggehaald. Die gaan we zo alweer toevoegen. En moet je kijken hoe donker het dan is. Ja, valt wel in de deurfactor. Van natuurlijk is het donker als je alle lampen weghaalt. Maar het, lampen zijn niet de enige dingen die licht uit kunnen zenden in de blenderwereld. De wereld namelijk zelf ook. En op verschillende manieren. Ik laat het je zien. Kijk, nu is die wereld eigenlijk gewoon helemaal. Uh, Grijs, eigenlijk. Kijk, dit uh, is gewoon een backdrop, zeg maar. Een plane die ik heb gemaakt en die gebruik ik als achtergrond. Maar de wereld eromheen is gewoon saai. Grijs is ook de standaard van uh, Blender als je uh, gewoon een nieuw project opent. Nou. Oké, okay, in de vorige speed video hadden we een nieuwe layout gemaakt voor materialen. Tadaa, en hier heb ik hem. Kijk, als ik het poppetje klik, dan heb ik hier gewoon een die even met die kleurenpalet plaatje en die UV-map trucje zo gebruikt. Nou, dat heb ik in de vorige video gezien. Heb je nog niet gezien? Gaan we vooral kijken. Maar um, wat ik wil even wil laten zien, is hier is dus die shader editor. Oké, okay. maar daarnaast vind je ook zoiets als object. En bij object. Kun je dus kiezen van, hey, de Shader Editor, ja, ga, moet die gaan over de objecten die je uh, geselecteerd hebt in je 3D-project of de wereld. En als je naar de wereld switch kan je dus aan de slag met de nodes van je wereld. En weet je nog, uh, hierboven heb je dus die, nou, heb je hebt die Material tab van je Properties panel, maar hierboven heb je ook uh, de tab van je wereldsettings. En net zoals bij uh, materialen in de vorige speed video, heb je dat gezien. Alles wat je hier doet zeg maar en, en daar is hetzelfde. Alleen uh, hier zo heb je gewoon veel meer ruimte om veel meer notes op een slimme manier aan elkaar uh, te knuppen zeg maar. Nou ik heb wat voorbereid oké. Okay? Dus ik heb een heel aantal notes uh, al ingezet om jou te laten zien uh, wat de mogelijkheden zijn. Maar in jouw geval zullen die daar dus niet staan en vind je eigenlijk alleen maar deze twee terug. De background note en de world output. Oké, okay? dus alles wat je hier in de world output plukt, dat maakt dus jouw wat je ziet in de wereld. En nu is die wereld natuurlijk gewoon grijs en met een bepaalde sterkte. En die sterkte moet je ook zien als licht. Want als ik die bewijs van 5 maak, dan zul je zien dat de grijze dus al veel minder grijs is. Omdat het grijs zeg maar veel meer grijs licht uitzendt. En dat valt dus ook op jouw scène terecht. Komt op jouw scène terecht. Maar goed hey, grijs is ook maar zo grijs je kan ook bijvoorbeeld zoiets doen als een gradient, deze kom ik zo op schuif ik een beetje naar beneden, want een gradient is een kleurverloop en deze vier nodes zorgen voor een heel vet kleurverloop want deze color, gooi ik nu even in een color van de background, en dan zie je dat dat, uh, dat kleurdingetje hier weg gaat is niet meer nodig, want deze nodes die zorgen daarvoor, wat zijn het eigenlijk voor nodes, ten eerste een texture coordinate en een mapping node en in de vorige video heb ik ook verteld dat deze twee te maken hebben met waar wat terechtkomt, laat ik je zo zien. En dan uh, de gradient texture en dan een color ramp en dan in de background en dan in de world output. Nou, en daarmee krijg je dus een kleurverloop van zeg maar wat wat lichter blauw en wat uh, uh, donkerder blauw. Nou, dat kan je hier aanpassen bij de color ramp. Hier kan je op klikken en dan kan je hier bewijs van op een kleur kiezen en dan kan ik bijvoorbeeld deze wat donkerder blauw maken zodat je het verschil beter ziet. En uh, deze, nee, ik kan een totaal, totaal andere kleur -rem maken. Bijvoorbeeld een uh, totaal andere kleur pakken. En dan zie je helemaal het verschil tussen blauw aan deze kant en nu oranje aan deze kant. En het verloop kan je ook aanpassen door deze driehoekjes wat dichter bij elkaar te halen. En dan krijg je hier dus een geinig kleurverloop. Uh, ik uh, had het al beleefd, texture coordinate, hiermee deze mapping node. Hij staat nu trouwens hier op, uh, niet op UV, zoals je misschien kent van de vorige video, of generated, maar gewoon op object. Die gaat in de vector, dan vind ik hier locatie, rotatie en schaal. En met deze waarde kun je dus bepalen waar die kleurverloop zit. Op dit moment heb je gewoon een horizontale horizon, haha. Uh, omdat ik hier de i op 90 heb gezet, maar je kan hem ook op 0 zetten. En dan heb je een, kijk waar zit hij nu? Dan heb je daar zit de, de gradient. Nou, op die manier door de rotatie en locatie een beetje te, te klooien kun je dus kiezen um, waar je die gradient wil hebben. En wil je die zeg maar, op deze manier dan moet je dus bij rotatie de i op min 90 zetten. Maar dames en heren dat is dus een gradient texture. Maar wat ook kan, wat je ook al eerder voorbij ziet komen heb, bent zien gekomen is een HDRI texture. En dat is eigenlijk een um, heel bijzonder plaatje. En wat hij kan is namelijk dit. Ik gooi dus eventjes deze notes in de background notes. Tadaa. En dan zie je een, een uh, plaatje van een straat. En dat is eigenlijk een. Uh, ik kan hem wel even tevoorschijn halen trouwens. Hier zo. Zit hij vast wel. Urban street. Een urban street. En dat is dus zo'n plaatje. Weet je wel? Dat is eigenlijk gewoon een. PNG-plaatje, maar op een hele bijzondere manier, zeg maar, gemapt. En Blender kan dit plaatje gebruiken om het, zeg maar, in een 360-graden wereld om jouw scène heen te gooien. Nou, die kun je dus daadwerkelijk zelf gebruiken als achtergrond, maar dat is niet het enige. Hij schijnt dus ook realistisch licht op jouw modellen. Kijk, hier zie je een, een zon, zeg maar, en die zon die komt ergens, uh, nou, ergens weet ik veel, daar vandaan of zo. Dus die zon die schijnt ook echt. Geel, geel pijltje. Die zon die schijnt dus ook echt op jouw model. Dus door gebruik van één plaatje heb je gelijk heel erg realistisch daglicht. Dus ja, kijk, hier zie je deze schaduw hierachter wordt veroorzaakt door de zon van het HDRi plaatje. Even kijken naar de notes. Hier vind je ook weer een texture coordinate note. En die staat in het geval van de HDRi niet op object, maar op het generated. Het gaat hier naar de mapping en dan gaat het hier dus naar dat uh, plaatje en dan in de background en dan in de world output. Bij een mapping trouwens kan ik hier uh, even kijken. Bij rotatie, de z-rotatie, kun je ook nog eventjes die HDRI een beetje draaien en op die manier dus kiezen waar het licht vandaan moet komen en uh, wat je dus als achtergrond uh, wilt uh, hebben. Alright, HDRI dus. Check, check, check. En dan hebben we nog de laatste. En dat bestaat maar uit uh, één nootje. En dat is de Sky Texture. En dat is ook wel een hele geinig hoor. Dus pak ik even deze, zet ik die even daar neer. Breng ik het even goed in beeld. En doe ik hier de color in de color van de background. En de Sky Texture is eigenlijk zeg maar een door Blender gegenereerde nep zon zeg maar. En dat is heel erg vet. Want daarmee kun je dus hele realistische zonsopgangen en zons Ondergangen maken met de settings van maar één nootje. Dus die texture en die mapping en uh, dat soort dingen. En color ramp. En zo heb je allemaal niet nodig. Gewoon één noot. Dat is die sky texture. Dan kun je sun size sun intensity. Uh, hoe hoog die zon staat, kan bijvoorbeeld op 30 graden zetten, staat hij wat hoger. Bijvoorbeeld op 5 graden staat hij wat lager. En hoe lager, hoe meer de zon, zeg maar, onder de denkbeeldige horizon. Tevoorschijn, uh, de voorschijn verdwijnt, zeg maar. En mini kun je dus een sky texture maken. Oké, okay. maar er is er nog één. En dat is helemaal geen achtergrond. Dat kan. Hier bij linksboven, bij je render tab, zeg maar, als je dan naar beneden scrollt, dan kom je hier ergens uh, film tegen. En als je bij film kun je dan ergens het knopje bij transparent aanzetten. En wat er dan gebeurt als je dat vinkje aanzet, dan zie je dus dat de wereld transparant wordt. De wereld is er wel. Dus hij schijnt ook echt licht, zoals het, uh, het zou doen als hij er wel was. Maar blender laat het niet zien. En dat zie je dus aan al die gekleurde grijze transparante vakjes eromheen. En wat je dan ook kan doen is hier bij de object data properties, hier zo object data properties en dan hier zo bij visibility, hier zo heb je shadow catcher en als je shadow catcher daar aanzet, dus object en dan bij visibility en dan Shadow Catcher aanzetten, krijg je hier, tadaa, is alles transparant. Dus deze vlak, die wordt dan niet meer zichtbaar, maar het enige wat hij dan doet, is de schaduw vangen, de Shadow Catcher. En als ik dan naar camera ga, deze, en doe ik eventjes op Render Image, dan gaat hij dus een transparant plaatje renderen. Oh, hier staan nog wat letters in beeld, nou, kun je even negeren. Maar dit is een transparant plaatje met uh, wel de schaduw. En dat is handig, want dan kun je dit plaatje dus overal uh, op een andere achtergrond plakken, of uh, wat je maar wil. Dus dat is ook een heel handig trucje. Zomaar even tussendoor. Dat trucje werkt trouwens alleen maar in. Uh, cycles en niet in Eevee. Het is dus, uh, dat je het even weet. Um, wat ook zo is, trouwens, wat je weet dat licht kan uitzenden, zijn materialen. Ik heb deze vis geselecteerd. Ik ga naar de material tab. En onder emissie vind je color strengths. En die kan ik bij wijze even op 500 zetten. En dan zie je dat deze vis, de, nou het gele materiaal van deze vis, licht gaat uitzenden en op zijn omgeving schijnt. En ik zit die trouwens dus nu in cycles. En cycles is een ray traced engine. Dus dat licht dat. Bounce zeg maar alle kanten op. Heel erg realistisch. Je hebt ook die andere, dat is Eevee. En die kan dat niet. En dan kan je een beetje een trucje uithalen met bloem. Dit heb je allemaal gezien in de vorige speed video over materialen. Maar goed, Eevee is veel sneller. En Cycles is veel langzamer, maar veel realistischer. En dus als je aan de slag gaat met lichte materialen, weet dat het dus met welke render engine je gebruikt best wel veel verschil maakt. Maar goed, Ehm um... We gaan eens eventjes deze vis uitzetten. Strength zet ik even op 0. Ik heb hier mijn 3D cursor. En met Shift A krijg ik het Add menu. En onder licht vind je hier vier soorten lichten. Point, Sun, Spot en Area. En als ik er een point klik, dan krijg ik hier dus in object data properties een groen icoontje van de lamp. Want dan krijg je hier dus de object data properties van de lamp. En oftewel point, en ik kan hem even ver veranderen naar Sun, Spot en Area. We gaan eens eventjes naar die van punt kijken. En ik zet mijn wijze van eens eventjes op 5000 belachelijk veel hoog. Nou, ik zie nu niet zoveel, maar dat komt denk ik omdat die lamp op de verkeerde plek staat. Namelijk achter de backdrops. Ik pak hem met G eventjes op en dan zet ik hem hier neer. En dan zie je hier dat dit een point light is. Nou, um, even kijken. Omdat dit een puntlicht is, maakt de rotatie geen ene pit uit. De schaal maakt ook geen ene pit uit. Het enige wat uitmaakt is de positie van dit puntlicht. En je vindt hij namelijk kleur. En hier dus de, de power. En hier de radius kan je instellen. Hoeveel uh, nou, hoe groot die bol licht eigenlijk is. Nou, we kunnen eens eventjes deze weghalen. En doe ik eventjes shift A. En dan ga ik hier naar light. En dan ga ik hier naar een zonlicht. Die staat er ook weer achter. Ik moet die 3D cursus op een andere plek neerzetten. <laughs> Even kijken, ik zet hem even hier. Neer. Anyways, we hebben hier een zonlicht. En de zon staat normaal gesproken heel erg ver weg. Dus ik ga deze zon dus een streng van 10 meegeven. Uh, dus de schaal van de zon maakt geen beat uit. En de plek van de zon maakt ook niet uit. maakt niet uit. Hoe hier zit, daar niet zit, daar niet zit. Het maakt allemaal niet uit. Wat wel uitmaakt is de draaiing van de zon. Oftewel, de rotatie maakt dus wel uit. Ik nou, kan met R zeg maar de boel roteren. Of je kan deze gewoon oppakken. En dan op die manier, op die manier de rotatie van de zon plaatsen. Uh, bepalen. Zonlicht. Alleen de rotatie is van belang. Um, oh, voordat ik hem weghaal. Je hebt hier de strength natuurlijk en de, hier de rotatie en voor de rest niet zoveel interessant. Maar is wel heel belangrijk hoor, die zonlicht. Vergeet hem niet. Onderschat hem niet. <gif> Shift A, light. En dan hebben we nummer 3. Dat is een spotlicht. En die ga ik een beetje omhoog doen. En de schaal van een spotlicht maakt ook geen ene beat uit. Maar de plek en de rotatie wel. Maar om dat goed te kunnen laten zien ga ik hier eventjes even ja, een heel veel... Uh, heel veel even meegeven zo heel wat is het 100.000 een beetje veel maar goed dan kun je het goed zien een spotlight is uh, nou het is wel heel erg veel ik doe wel eventjes uh, 50.000 zo de spotlight is echt zo'n zo'n theaterlicht zeg maar wat ik zeg de schaal maakt niet uit maar de plek natuurlijk wel en ook de rotatie maakt heel erg veel uit we vinden hier natuurlijk ook de kleur de power en de radius zeg maar als je die op nul zet dan krijg je een wat hardere rand zeg maar en de radius dan krijg je een wat uh, softere rand je hebt hier ook nog zoiets als spot size. Dus zeg maar de, de aantal graden van de, van de kegel zeg maar. En de blend dan of die wat meer uh, blend in zo'n omgeving of niet. Nou speel daar maar eens mee. Maar dat is dus zeg maar een theaterlicht. De spotlicht. En dan als laatste heb je ook nog een area lamp. En dat is zeg maar een vlak of een platte vorm eigenlijk die uh, licht uitzendt. Nou gaan we een beetje opcranken. Oeh dat is wel heel veel. Eh. Uh, 2000. Nou, 3000. Nou, ik heb hier een area lamp. En die schijnt dus ook licht uit. En als ik die schaal, dat maakt wel degelijk dus uit. Um, Hoe, nu gaat hij helemaal die kant op. Hm. Nou, ik maak er toch nog even 4000 van. Kijk, dit is een area lamp. En als ik hem schaal, dan wordt hij wat softer. En als ik hem kleiner schaal, dan wordt hij wat uh, harder. Hier heb je hebt ook nog andere vormen: rectangle, disc en uh, ellipse. Zeg maar een ovaal. En je hebt hier ook nog de spread in hoeverre. Kijk, als ik die heel erg zo doe, dan lijkt het meer een spotlicht. <laughs> maar je kan hem ook heel ver uitspreiden, uh, dan gaat het licht zeg maar meer naar buiten. Een area lamp. Nou, dat zijn dus vier soorten lampen die jij kunt gebruiken om jouw licht heel erg vet te maken in Blender. Licht is een ongelooflijk belangrijke tool in jouw 3D-toolkit gereedschapkoffer, zeg maar. Want je kan nog zulke vette modellen hebben met nog zulke vette materialen erop. Als jouw licht niet klopt, ja, dan sla je de plank best wel mis. En dan krijg je gewoon een heel saai plaatje. Wat je nou verhaal absoluut je punt niet overbrengt, het is gewoon niet leuk om naar te kijken. Licht is daar ontzettend belangrijk hulpmiddel bij. Nou, er zijn hele dikke boeken over geschreven. Uh, maar het komt grofweg neer op deze drie dingen. Punt 1. Richting bepaalt de 3D vorm. Want als je een, een lamp zeg maar recht zo voor je snuffert houdt. Dan ruikt alles compleet Geslagen en dat is gewoon super lelijk. Dan zie je niet meer dat het een 3D-vorm heeft. Schijnt een beetje vanaf de zijkant en opeens krijgt een plaatje diepte en wordt daarmee interessant. En wat dacht je van kleur geeft, nadruk en contrast? Ga aan de slag. Zet bijvoorbeeld blauw tegenover geel, of groen tegenover roze, of uh, lichtblauw tegenover rood. Complementaire kleuren. Ga daarmee aan de slag. En wat dacht je van nadruk? Want uh, en als je gewoon een. een, een een plaatje wat overal evenveel belicht is, dan weet je oog niet waar je die naar moet kijken. Terwijl het veel interessanter is, kijk, deze vis zeg maar, is wat uh, meer belicht dan de andere. En daardoor valt hij meer op en dan heeft jouw oog iets op, op te vallen. En bij een plaatje, of het nou een video is of een stilstaand plaatje, je oog moet ergens naartoe getrokken worden. En dat maakt het veel interessanter. Nou, hoe heb ik dat voor elkaar gekregen in uh, dit plaatje? Nou, heel simpel. Ik heb hier een collectie met uh, de aantal lampen. En die kan ik allemaal even uitzetten. En dan is het natuurlijk heel erg donker en dan uh, zie je niks. En we beginnen eens eventjes met de Key Light. En dat is deze. En dat is gewoon een puntlicht die overal, zeg maar. Um, de boel aardig verlicht. Ik vind hem hier toch een beetje donker. Dus ik kan hem eventjes uh, iets meer opkrenken. Ik zet hem even op 400. En dat is gewoon je basislicht. Die als basis, zeg maar, de boel best wel invult. Maar je ziet hier: dit schijnt vanaf deze kant. Maar vanaf deze kant is het best wel donker en harde schaduwen. Dus die schaduwen gaan we een beetje invullen. Ha, met een veel light. En als ik dat doe. Kijk, zie je het verschil dan. Je hebt nog steeds, zeg maar, door dat het licht van deze kant komt en dat het hier wat donkerder is. Maar het is niet 100% donkerder. Er is iets wat dat licht een klein beetje invult. En dat is, doe ik met deze eh, ook een point-licht, een fill light. En dan een hele vette, tadaa, je rim light. En dan heb ik hiervoor een area-lamp gebruikt. En die schijnt letterlijk van achter zo naar de camera toe. En wat dat doet, is die schijnt hier uh, op het poppetje. En dan krijg je hier dus een verlicht stukje. En dat is een, een rim light. En daarmee laat je ook heel erg zien: hé, hey, dit is een 3D-vorm. En die 3D-vorm is interessant. Zeker als die zo ook door zijn uh, haar heen schijnt. En die opvalt. Krijg je gewoon extra diepte in je plaatje. En dat is super vet. En in ons geval schijnt die ook leuk op uh, de backdrop. En dan krijg je hier zo'n mooie. Ja, Interessante horizontale rand, eigenlijk van licht, en dan heb ik hier nog een spot op de vis, en die heb ik expres daar neergezet zodat het voorste visje wat lichter is dan de rest, en dat is ook letterlijk een spot. En dat heb ik zo gedaan dat dit visje dus uh, wat lichter is dan de rest, en daardoor wordt je oog hier naartoe getrokken. En dit is eigenlijk een klassiek drie-punts belichtingssysteem. Kijk even uh, van boven, even kijken. Nou, ik wil even. Uh, wat we doen? Nee, even met de camera van bovenaf kijken. Deze een beetje omhoog. Zo, alright. We hebben hier dus, ik herhaal eventjes de key light zeg maar. En hier de veel light om de harde schaduwen aan de andere kant een beetje op te vullen. Dan een rim light, een best wel felle lamp eigenlijk van achter. Die zorgt voor dat licht van achter. En eventueel nog een spotlight om echt te kunnen sturen naar waar moet de aandacht terechtkomen En dit is een standaard drie punt belichting. Maar er zijn heel veel soorten belichtingen. En uh, je kan je hier aan houden of lekker je eigen gang gaan. Maakt niet uit, maar denk goed na. Over je licht. Oké, okay, dat was hem alweer voor deze speed video nummer 8 over licht. Maar hey, uh, kijk ook eventjes bij video nummer 48. Gaat over wolken en mist volumetric materials. En uh, dat zijn een soort uh, hele speciale materialen. Waar het licht zeg maar, doorheen schijnt. Maar niet zoals bij glas. Maar zoals bij mist. En bij een uh, wolk en zo. En dan kun je hele vette dingen mee maken. Zoals bijvoorbeeld uh, dit plaatje. Nou, in deze video laat ik het je zien. Dus uh, kijk die ook vooral. En dan ook een video over de wereld: background nummer 49. Natuurlijk over materialen maken extra. En de asset browser zit in HDRI. Nou, oftewel, gewoon alles van deel 3: materialen maken en licht. Dus ook. Oké, okay, op naar de volgende video. Speed video nummer 9 over dingen heel snel, slim aan elkaar koppelen met parenting. Maak iets.